Let's go. Kom maar, los in Neupen, los in Neupen, los in Neupen. Kom maar. Dit is Ivan Redan, eigenaar van Performance Center Beyond Yourself. 5 jaar geleden beëindigde hij zijn carrière als profvoetballer. Redan was ooit een groot talent bij Jong Oranje. Hij speelde ook onder andere bij Sparta en Excelsior, maar heeft niet alles uit zijn carrière gehaald wat erin zat. Destijds had ik denk ik ook niet de kennis. We deden wel wat, alleen niet op die manier. En eigenlijk altijd nadat je met iets klaar bent, dan ga je denken van hey, had ik maar of hey, had ik dit ook maar gehad. Maar ik ben wel blij met de jongens die hier komen dat ze het bloed, zweet en tranen manier wel een beetje nu onder de knie gaan krijgen. Onder andere Elgiro Elia en Elvis Manu trainden in de zomer bij Redan. En Hart ook. In hun geval om zo fit mogelijk aan te sluiten bij een nieuwe club. Voordat je weer begint met trainen, is het gewoon perfect om hier naartoe te komen en voor jezelf te trainen. Je moet hier elke dag tot het gaatje gaan, maar ja, dat is ook nodig denk ik, want dit is toch wel een stukje voorbereiding. En als je klaar wil zijn voor het nieuwe seizoen, denk ik dat je er alleen maar profijt van kan hebben. Elia heeft inmiddels een 3 jaar contract getekend bij Bazakse hier en schakelde vorige week nog Club Brugge uit in de voorronde van de Champions League. Elia Atsuno, Elia, 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 2-0'dan 2-2 buluyoruz. 63. dakika, goal Elia. En ook Manu speelt in Turkije bij Gençler Biligi. Het resultaat van doortrainen in je vakantie. Ja, ik denk dat veel spelers wakker worden van je moet investeren om jezelf, om het uitstootje zelf te halen. En ik zie ook veel meer jongens komen hier naartoe, veel meer profs. En ze denken van je kan op vakantie gaan, maar ja, hoe lang wil je op vakantie gaan? Een maand lang? Nee, 10 dagen, 12 dagen en dan kom je gewoon lekker hier trainen. Nou ja, dat is iets voor zich. De ene kiest ervoor na een lang zwaar seizoen om gewoon volledig tot rust te komen. En de andere vindt van ja, ik heb nog wat energie over, dus ik kan nog wel doorgaan. En me klaarstomen voor het nieuwe seizoen, dat ik daar dan weer wat fitter ben. Dus dat ligt er maar net aan. Ook, ik denk ook dat je moet kijken naar je fysieke gesteldheid, hoe je er zelf voor staat. Maar dan zelf, als speler niet alles uit zijn carrière heeft gehaald, wil hij dat de spelers die bij hem trainen dat niet overkomt. Maar dan moeten ze wel een omslag maken qua denken. Dat geldt eigenlijk voor het Nederlandse profvoetbal in het algemeen volgens Redan. De pijngrens moet omhoog. Kijk naar het Nederlands voetbal. We zijn voetbaltechnisch en tactisch staan we gewoon nog denk ik wel voorop op het buitenland. Alleen als we dan gaan kijken naar de fysieke kwaliteit en naar de mentale weerbaarheid. En ook, of gewoon ook de mindset om over je lijk weer te gaan. Dan denk ik dat we nog wel wat stappen kunnen maken. Redan reisde meerdere keren naar Amerika waar hij meeliep met coaches in de NFL. In combinatie met zijn eigen ervaring in 14 jaar profvoetbal is de belangrijkste les dat we veel meer kunnen dan dat we denken dat we kunnen. Dat zie je bij de Amerikanen echt. Die gasten gaan gewoon echt tot het naadje. Echt gewoon totdat alle sensoren uitvallen. En dat is aan de ene kant ja, extreem. Het ziet er best wel ook pittig uit en het schrikt me best wel ook veel af. Maar als je ziet wat ze ervoor terugkrijgen en hoe fit die gasten ervan worden en wat voor mindset ze er ook mee van kweken, ja, dat is gewoon, het geeft mij kippenvel. Ik word daar blij van, zeg maar. En dash, ben je weg. Hup. Goed. Inmiddels hebben de profvoetballers die bij Redan trainen allemaal een club. Maar als het aan de Rotterdammer ligt, zouden profclubs nauwer moeten samenwerken met specialisten. Dan heb ik het niet speciaal over mezelf, maar gewoon over het professioneel omgaan met je rust, zeg maar. En wat doe je in je tijd dat je niet bij de club bent. En alles gewoon eruit gaan halen. Ik vind dat daar heel veel winst nog is te behalen. Lekker. This is how we do. Beyond yourself. Lekker Robin, genieten. Lekker weer grensjes verlegd. Toppers.